Wie zou met mij willen afdalen in onze geschiedenis? Niet alle steden van graaf Otto groeiden uit tot grote bloeiende handelsplaatsen. Lochem begon als een kleine nederzetting aan de Berkel en is dat eigenlijk altijd gebleven. En toch worden de inwoners boos als je Lochem een dorp noemt. Maar wat maakt Lochem nou een echte stad van graaf Otto? Dag Ridderbas, bent u er nu pas? Ja, sorry. Ik heb begrepen dat jullie er als ridders er een beetje over twijfelen of dit ooit wel een stad is geweest. Dat kan toch niet, zo'n gat wat hier heeft gelegen. Het Lochheim met 10 boerderijen, een kleine kerk en dat was het. Meer was het niet. Maar toch stadsrechten gekregen ooit. Maar ja, klein stadje. Ja, wel een klein stadje. Het ging ook om veiligheid. Dat ging wel degelijk. Want die bisschop van Münster, die zit natuurlijk vlak tegen Lochem aan. Ja. En dan is het goed voor de graaf van Zutphen om te weten dat hier een barrière ligt. Dat als hier de bisschop gaat komen om die stad te veroveren, dat hij tijd genoeg heeft om in Zutphen de zaak op orde te brengen. Dus we hebben stadsrecht, kan er niks aan doen, maar nee, het is zo. Het is en dat gebeurde dus ja, heel langzaam. Want pas in 1300 kregen de burgers van Lochem die kregen het recht om 2 grachten te graven. En met die wal aan de binnenkant konden ze zich dan enigszins verdedigen. 2 grachten was heel erg interessant. Want een brede gracht, ja, dan kun je een rietje pakken als vijand en dan zwem je onder het wateroppervlak door en dan kom je bij de stad terug. Met 2 grachten moet je een keer weer dan moet je er weer over. En dan kun je weer met de pijl omhoog. Ja, dus dat was een goedkope manier om elkaar toch een beetje dwars te zitten. Hoe klein Lochem ook is, was het wel een volwaardige stad? Ja, het was zeer volwaardig. Het voldeed aan alle principes die toen golden. Het was een democratisch bestuur. Elke straat had 2 vertegenwoordigers in wat wij nu de gemeenteraad noemden. Toen noemden ze dat de schepenen. En er was een vertegenwoordiger van de graaf om dat een eeuw lang in de gaten te houden. Want ze moesten het vak natuurlijk nog leren van stadsbestuur. En hadden de burgers ook plichten? Wat stond er nog meer in het stadsrecht? Nou, in eerste plaats moesten ze een eed afleggen. Ze moesten beloven dat ze aan het Lochemse stadsbestuur alles zouden doen om de stad te beschermen en in veiligheid te brengen als dat nodig was en in veiligheid te houden. En alle Lochemers moesten, als ze burger wilden worden, een roede straats betalen. Dat is ongeveer 15 vierkante meter aan keitjes. Kijk, soort keitjes. Dit is een roede. Nou, dat zou ongeveer, ja. 15 vierkante meter? Ja, 15 vierkante meter. 3x5 ongeveer. En zulke keitjes waren het ook? Dit waren ze, ja. Die komen uit de Lochemse berg. De boeren die gingen daar naartoe, ze wilden burger worden. En dan gingen ze die keien zoeken, met vaak horren, met grote ruimtes ertussen. Dus ze gingen 7? Een zandschep erop en dan gingen ze 7 en dan bleven die keitjes over. En als ze voldoende keitjes hadden, dan mocht dat aangelegd worden. Werd gecontroleerd door het stadsbestuur. Jij bent burger, want je hebt het gedaan. Oh, wat heerlijk. Kijk. Want dat is misschien wel het belangrijkste recht, hè, dat Lochem kreeg. En ontzettend gezond. Bierrecht. Ja, want het was hier een open riool. Dus men poepte en men plaste en het liep de straat op en het liep de gracht in. Dus bier was... Alleen de rijke mensen, die hadden een bierput. Prozit. Dus dit was gewoon om de gezondheid? Dit was zeer zuiver en zeer goed. Op het bierrecht.